Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze vlog. Vandaag gaan we een voorboot open doen. Deze is in China besteld voor 85 euro. De verzending was 8 dagen, vrij snel. Het pakketje komt uit Duitsland. De voorboot zelf kost 85 euro. Met één batterij, twee klepjes wat apart kunnen opengaan. De afstandsbediening, de laadkabel. En als je een extra batterij wilt, die kun je loskopen voor 20 euro. Laten we hem snel open doen. Wat we als eerste tegenkomen is de afstandsbediening. Vrij licht, voelt goedkoop aan, werkt op 4 AA batterijen. Voor de rest puur plastic. Het volgende wat we in de doos vinden. De antenne voor op de boot. Een hele mooie Chinese keyhanger. De handleiding. Wat ook in het Engels staat. Zeer handig. En daar is hij dan, onze boot. Stroomkabel. Klepje met daar in de batterij. De batterij is een 7.4 5200 lithium. Zoals ik al zei, is in deze los te krijgen voor 20 euro. Voor de rest weegt de boot maar 2,9 kilo. Voelt ook zeer plastiek aan. We gaan de antenne monteren. Zo, deze zit erop. Gaan we de accu's insteken. Even terug in het bakje steken. Het kapje. En de aanknop. Als jullie zien, branden de lampjes. Verder zit deze wel ongeveer stevig. Nu gaan we eens even op zoek naar 4 AA batterijen. 5 minutes later.
Deze werkt. Even de boot aanzetten. Even de propellers laten zien. Als we hier even de afstemming erbij halen, zijn de linkse knoppen vooruit, achteruit, links en rechts. Als we deze bedienen, is voor klepje 1 en voor klepje 2. Dan hebben we hier nog een knopje. Dat is zodat de leds aangaan. Twee van achter en eentje van voor. Nog eens duwen is uit. The next day.